De rechtbank. De ouders van Tristan van der Vlis moeten toch naar de rechtbank komen om zelf vragen te beantwoorden over hun zoon. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag maandag. Bij de rechtbank diende een procedure van ooggetuigen en een slachtoffer van de schietpartij. Welkom op deze comparitie van partijen. Er zijn 13 eisers, waarvan 12 op 9 april 2011 in het winkelcentrum waren. Eén van de eisers is zwaar gewond geraakt met een schot in de buik. En de andere, die waren ooggetuigen. En deze eisers hebben deze procedure aangespannen tegen de ouders van de schutter en hun aansprakelijkheidsverzekeraar. En eisers verwijten de ouders dat zij nalatig zijn geweest, onder meer in verband met de aanvraag voor het wapenverlof van hun zoon. Ze vinden dat de politie gewaarschuwd had moeten worden. En ook door signalen die er waren te negeren of te bagatelliseren. Tristan schoot op 9 april 2011 6 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. 17 anderen raakten gewond. De ouders van Tristan waren maandag niet aanwezig bij de rechtszaak, maar volgens de advocaat van de eisers is dat wel noodzakelijk. Hij vindt dat ze uitleg moeten geven over de geestestoestand van hun zoon vlak voor het schietdrama en over zijn wapenvergunning. De rechtbank deelt die mening. Er is op een aantal punten over wat er gebeurd is op die dag en ook over de contacten tussen Tristan en zijn ouders is nog een aantal punten onduidelijk gebleven en daar zijn nadere vragen over. De belangrijkste vraag die wordt gesteld is of de ouders van Tristan nalatig zijn geweest. Hadden zij gezien de psychische toestand van hun zoon kunnen zien aankomen dat het mis kon gaan? En hadden ze bij de hulpinstanties aan de bel moeten trekken? Volgens de advocaat van de slachtoffers waren daar in ieder geval voldoende signalen voor. Fascinatie voor spree shootings. Diverse afscheidsbrieven waarin staat dat Tristan zich met een pistool zou neerschieten. Opname in een gesloten inrichting met rechterlijke machtiging. Opname in een ziekenhuis vanwege overdosis pillen. Gedragingen als een gek op zijn werk. De aankoop van de kogelvrije vest en diverse aankopen van wapens en de daaraan gelieerde producten in een korte periode van 3 maanden tussen 7 januari en 8 april 2011. Maar de advocaat van de verdediging is van mening dat de ouders van Tristan niets te verwijten valt. De ouders hadden juist eind 2010, begin 2011 het idee dat het veel beter ging met hun zoon. En ze dachten dat het goed met hem ging. Ze hebben het niet zien aankomen? Nee, absoluut niet. Hadden ze dat wel gedaan, hadden ze daar uiteraard actie op ondernomen. Wanneer de ouders van Tristan van der Vlis naar de rechtbank moeten komen om de vragen te beantwoorden, is nog niet duidelijk.